Teams van het Radboud Universitair Medisch Centrum uit Nijmegen en Utrecht werken samen aan een corona-ouderenonderzoek. Hiervoor kwamen ook ouderen uit Meijerijstad naar het Wij-Nu-gebouw in Veghel. Nou, wat wij hier aan het doen zijn in het team van het Radboud UMC is dat wij aan het kijken zijn of vaccinatie met een al langer bestaand vaccin, het BCG-vaccin wat ontwikkeld is om tegen tuberculose te beschermen, of dat vaccin ook bescherming kan bieden tegen het coronavirus en of de ernst van de symptomen van het virus vermindert. Bij ouderen in dit geval. En wij kijken dus bij mensen boven de 60 jaar. Waarom het onderzoek bij ouderen? Ouderen vormen een hele kwetsbare groep. En zij lopen ook het hoogste risico om ernstig ziek te worden van dit virus. Dus er valt veel voordeel te behalen als blijkt dat het BCG-vaccin in deze groep werkt. Is er een risico voor deze mensen om aan dit onderzoek dan mee te doen? Nou, dit vaccin bestaat bijna 100 jaar. En al meer dan 4 miljard mensen in de wereld hebben dit vaccin toegediend gekregen. En het wordt over het algemeen gezien als een veilig vaccin. Als er bijwerkingen optreden, is dit vooral lokaal. En dat wil zeggen dat er een bultje ontstaat waar ook wat pus uit kan komen. Maar dat is normaal en dat hoort bij het vaccin. De 1600 ouderen die aan dit landelijke onderzoek meedoen, krijgen eerst een intakegesprek. Dan kijken wij of ze inderdaad mee kunnen doen aan het onderzoek door nog wat vragen te stellen. Ze moeten bijvoorbeeld 60 jaar zijn of ouder. En als ze aan alle criteria voldoen, dan stellen wij nog een aantal aanvullende vragen over de algemene gezondheid. Daarvoor tekenen we de toestemmingsformulieren en vervolgens bepaalt de computer of deze deelnemer het BCG-vaccin krijgt of ingedeeld wordt in de controlegroep. De deelnemers geven dagelijks informatie door over hun gezondheidstoestand. En zo gaan wij kijken of de mensen die het BCG-vaccin hebben gekregen minder vaak ziek worden dan de mensen in de controlegroep. Het resultaat van dit onderzoek kan nog even op zich laten wachten. Het is ook afhankelijk van hoe deze pandemie van het coronavirus verder verloopt en wanneer wij een effect kunnen zien. Dus zodra wij namelijk een effect zien van het BCG-vaccin, dan stopt het onderzoek en dan zullen we de resultaten ook bekend maken. Maar dat valt nu nog niet te zeggen wanneer dat zal zijn.